Met Wim van der Hoeve als ceremoniemeester werd op 13 september ter hoogte van de kruising in Wittem een gedenkteken onthuld ter ere van luitenant Jeter. Deze 20-jarige Amerikaanse piloot stortte in september 1944 achter het klooster in Wittem neer en kwam hierbij om het leven omdat zijn parachute niet openging. De ceremonie vond plaats onder het toeziend oog van een erewacht die gekleed was in historische uniformen. Tradities in ons landschap. Elk spoor, groot of klein, maakt een onderdeel uit van wie wij zijn. De bevrijding kent talloze verhalen, roerende verhalen over hoe mensen elkaar helpen. En ook het verhaal van de 20-jarige piloot, luitenant James Jeter, waarvoor we vandaag hier bij elkaar zijn. Rector Henk Eringveld hield een gebed en zegende het monument. God, wij gedenken vandaag Jim Jeter, die op deze plek zijn leven verloor omwille van onze vrijheid. Dat dit monument een blijvende herinnering aan hem mogen zijn. Dat al wie er langskomt erbij stilstaat dat we vrijheid en vrede te danken hebben aan veelal jonge mensen zoals hij, die hun leven hebben opgeofferd. De heer Van Hees, medewerker van het Veteraneninstituut, vertelde het verhaal zoals het zich toen afgespeeld moet hebben. Feit is dat hij gedwongen was om in deze omgeving uit zijn toestel te springen. Erop vertrouwend dat zijn parachute zich goed zou ontplooien, trok hij aan het zogenaamde ripcord om de parachute te openen. Helaas gebeurde dit niet en viel zijn lichaam ter aarde. Uit nader onderzoek door Amerikaanse troepen ter plekke bleek dat een granaatscherf het metalen koord van zijn ripcord had doorgesneden en dat de parachute zich daarom niet had ontplooid. Om het geheel te visualiseren was er een jonge man die gekleed was in een uniform zoals dat waarin de Amerikaanse piloot zijn laatste vlucht heeft gemaakt. Er werd een krans gelegd en na een minuut stilte werd de last post geblazen door Ruud Oligslager.